Hier binnen wordt nog pentjes gezweet tijdens de allerlaatste tentamens voor het afstuderen. En dan is het bye-bye studentenleven en welcome to the real world, de arbeidsmarkt. Maar wat verwachten de toekomstige ex-studenten eigenlijk van deze arbeidsmarkt? En waar willen ze terechtkomen? Ik denk bij een multinational, maar voornamelijk om de mogelijkheden die je in het buitenland hebt. Bedrijven van 25 tot de 100 medewerkers lijkt me. Ja. Dus best een klein bedrijf dus. Ja. En in welke branche? De IT. Oké. Okay. Ja. En ben je heel goed in? Ja, dat moet je wel zijn als je wilt slagen. Dus er valt veel te leren. En, ja. De eerste baan moet toch wel een groot bedrijf zijn? Ik heb ook in de Metro gelezen dat zulke bedrijven ook goede werkgevers zijn. En dat je zeg maar interne opleiding krijgt waar je zelf kan ontplooien. En dat zie ik wel zitten. Ik heb al mijn contract getekend. Zo. Dus, je bent er snel bij? Ik ben er snel bij inderdaad. Waar dan? In Utrecht bij de CESA Groep. En wat ga je daar doen? ICT dienstverlenen en ik word daar applicatieontwikkelaar. Waarom is dat belangrijk dat het een groot bedrijf is? Ik heb al mijn stage gelopen bij kleine bedrijven. En dan zie je het natuurlijk van alle vlakken zie je het natuurlijk waar je mee bezig bent. En dan kan je toch natuurlijk meer dingen zien. Maar ik wil natuurlijk ook weten hoe het is bij een groot bedrijf. Ja, wat voor werk zou je willen doen? Een veelzijdige baan. Ja? Dus niet een eentonige baan. En iets wat ik ook echt leuk vind, waar je met plezier heen gaat. Werken in Dubai als ontwikkelaar van jachthavens. Zo, nou, dat is best concreet. Ja, best concreet, hè. Wat vinden deze toekomstige ex-studenten eigenlijk belangrijker? Salaris, werksfeer, lekkere koffie? Ik ga het even vragen. Mag ik jou wat vragen? Als jij een baan uitzoekt, wat is dan voor jou van belang? De werkinhoud, de werksfeer of het salaris? Werkinhoud. Ja? Ja. En ook als je bijvoorbeeld echt bijvoorbeeld 5000 euro in de maand zou kunnen verdienen? Nee, echt serieus werkinhoud. Want ik heb ook wel eens een baan gehad, dat was bij een marketingbureau, verdiende ik veel. Maar vond ik echt absoluut kul. Denk toch met name de functie en collega's. Ik denk dat ik dat het allerbelangrijkste vind. Ja, toch wel, ja. Het salaris... Genoeg lekkere blondines tussenlopen. Ja, de ogen willen natuurlijk ook wel wat zien. Maar ik denk als ik succes boek met een prachtige baan, komen vrouwen wel. Nou, meer of je met je collega's overweg kan, denk ik. En of het een beetje de sfeer is die jij ook verwacht ervan. Dat is belangrijker dan de knaken. Voor mij wel, ja. Het moet natuurlijk in je interesse liggen, in je veld van interesse. Locatie, kan meespelen. Ja. En collega's en wat voor een bedrijf het is, zeg maar hoe het bedrijf werkt. Oh, nou, salaris hoor ik helemaal niet uit je mond. Nou ja, natuurlijk kijk je daar wel naar, maar als een bedrijf wat je totaal niet ligt, 500 euro meer betaalt als een bedrijf wat heel goed ligt, maar 500 euro minder, ja, dan ga ik niet voor die 500 euro bij dat andere bedrijf werken. Nee. Ja, wat me opvalt is dat die studenten eigenlijk helemaal niet zo geïnteresseerd zijn in dat geld. Valt best wel mee. De sfeer is belangrijker. Ja, vind ik wel. Ik denk doorgroeimogelijkheden wel heel belangrijk zijn. Dat is toch wel een beetje de bedoeling. HBO is natuurlijk heel praktisch en je kunt wel op een bepaald niveau instappen, maar je wil denk ik toch wel heel graag doorgroeien. En salaris is natuurlijk wel heel leuk, maar als student leer je toch al vrij lang op een beperkt budget te leven. Dus ik denk dat je dat de eerste paar jaar nog wel voor kan houden voordat je zo nodig hoeft door te groeien naar een hoog salaris. Dat is niet direct je grootste uitgangspunt voor mij in elk geval. Ik wil erkenning en waardering en salaris komt later pas. Dus als je doorzet of we doorgroeien mogelijk hebt in het bedrijf hebt, lijkt me wel beter natuurlijk om... Dat je gewoon wat lager begint, maar dan uiteindelijk de hoogte ingaat. Ja, precies. Dat het gewoon in jou geïnvesteerd wordt qua trainingen, qua scholingen, zeg maar. Alles. Voor welk bedrag kom jij je bed niet uit? Als er potentiële werkgevers staan te kijken. Ja, dan kan je alvast de prijzen een beetje opdrijven. Dat lijkt me slim. Nou, een beginnend HBO, afgestudeerd... personeel die verdient ongeveer tussen de 800 en 2200 euro per maand, heb ik gezien. Ja? En ik zou voor minder dan 200, 2200 niet mijn bed uitkomen. Nou, kijk, ik bedoel, geld is niet alles in de wereld. Hè? Dus dan kan je wel gaan selecteren op salaris. Maar het werk moet wel leuk zijn. En er moet er ook, zoals je net aangaf, doorgroeimogelijkheden zijn. En ik vind het heel belangrijk om een bedrijf binnen te stappen. En dat je dan toch de kans hebt om hoger op te komen. Om jezelf ook te ontwikkelen. Want ja,
dat is toch wel het belangrijkste, dat je zelf toch wel blijft ontwikkelen. Want de wereld staat niet stil, dus dan moet je ook niet stil blijven staan.